Welkom bij Douwes Fine Art. Begonnen in 1770 als restauratiebedrijf en uiteindelijk zijn we uitgegroeid tot veel meer binnen de kunst. En nu hebben we na bijna 250 jaar dit jaar, hebben we 5 eeuw schilderkunst, maar ook beelden, papierwerk, Rembrandt-grafiek en echt internationale kunst. Dus van Hollands tot Frans, Europees, maar ook Chinees, Russisch en nog verder. Ja. Nou, u ziet, het zit er al helemaal ingebakken. Wat fijn. Ja, hier hebben we een van onze hele mooie 17e eeuwse schilderijen door Jan van Gooien. Jan van Gooien was de meest productieve schilder in de 17e eeuw. Heeft geweldige landschappen gemaakt, heel actief, mooie tekeningen ook. En als we zo meteen naar dat landschap kijken, dan zien we dus dat het een strandgezicht is bij Katwijk. En op zich is dat heel bijzonder als je het in ieder geval topografisch kan duiden. En als we straks ook nog even in de detailvoering gaan, dan zie je hoe levendig deze mensen erbij staan, hoe ze met elkaar converseren. Het is een schilderij in een ovaal, dat is een paneel en dat is ook ovaal geboren. Dat was heel zeldzaam in die tijd. Meestal zijn rechthoekige panelen wel eens ovaal gemaakt, omdat ovaal in 1640, 1641 en 1642 wat meer voorkwam. En daarmee konden mensen dan eigenlijk laten zien van hé, zo is mijn paneel ook geboren in die tijd, maar dit is oorspronkelijk. In ieder geval, Van Gooien heeft ook zeg maar geïnvesteerd in de tulpenbollen, is daaraan failliet gegaan, had het grote geluk dat zijn vrouw een restaurant had aan de Lek en daar kon hij meehelpen. Tussendoor in de vrije tijd kon hij op een bootje via die Lek zeg maar gewoon zich laten afdrijven en mooi tekenen, alle dorpjes en steden. En zodoende zeg maar, hebben we met name van Van Gooien een prachtig idee gekregen over Nederland in de 17e eeuw. We hebben hier een werk van Hendrik Jan Wolter. Prachtig werk. Wolter, geboren in 1873, behoort tot de top Hollandse impressionisten. Ook wel een luminist wordt hij genoemd, net zoals Jan Toorop en Leo van Gestel, of Leo Gestel. En toen hij in Antwerpen is gaan studeren, toen heeft hij de werken van Monet en Sisley heeft hij eigenlijk voor het eerst een beetje bekeken en bestudeerd. En werd hij bevriend ook met een Belgische luminist, Emil Claus. En toen heeft hij besloten eigenlijk om wat meer zonlicht in de werken zeg maar, te gebruiken als main theme. En ook maakte hij heel erg gebruik van korte, snelle toetsen. Veel kleur, ook het wit van het canvas erachter gebruikt hij heel goed. En je ziet het ook heel mooi in de lucht en hier in alle prachtige shrubbery, zoals je dat mooi in het Engels zegt. En Wolter was een grote liefde van mijn opa. Die heeft in 1973 een grote tentoonstelling gemaakt. Ook samen met mijn vader, die erbij was. En we hebben altijd heel goed zijn we bevriend gebleven met de familie van Wolter ook daarna. Ja. Het interessante is ook dat hij in Frankrijk zeer geliefd is. Dus zeer bijzonder dat hij door de Franse impressionisten absoluut gewaardeerd werd. We zien hier ook het stadhuis van Veren. Velen zullen dat al meteen hebben opgemerkt. En in de voorgrond zie je mooi twee van die vrouwen in die oude kledij eigenlijk. En echt een waanzinnig mooi stuk zo. Ja, dit is geschilderd rond 1914. En daarna is hij ook verder heel productief geweest, heeft veel van Amsterdam gemaakt. Maar dit is wel een van de toppers uit zijn oeuvre. En ook zie je nu eigenlijk de lijst die wij eromheen hebben gezet. Het kwam eigenlijk in een oudere lijst, was niet heel erg mooi en we dachten we moeten daar iets nieuws mee doen. En wij zijn eigenlijk een aantal jaar geleden begonnen met het opnieuw lijsten, een nieuw soort idee geven aan kunst. Vooral met oude meesters, maar ook met wat meer 20e eeuws en ook wat moderne kunst. En dat is deze perspexlijst geworden. Daarmee kan je ook alleen maar kijken naar het stuk zelf. En ben je niet meer afgeleid van hé, dat is iets van 20e eeuws, omdat het een gouden mooie lijst heeft. En sommige jongere mensen of nieuwe verzamelaars, die vinden dat een beetje afleidend. En dat kan nu niet meer.
En ook in een mooi modern huis of in iets hips tegenwoordig, kan je zo'n mooi oud stuk, komt heel veel beter tot z'n recht eigenlijk. Het wordt echt tijdloos, hè? Dus je kunt het bij prachtige oude meubelen hangen, maar ook in een heel modern interieur. En we merken dat steeds meer mensen toch deze richting ook opkijken, waardoor ze inderdaad niet die afleiding hebben en veel meer focussen op dat prachtige schilderij.